De regen gooide roet in het eten bij de kliniek die de spelers van FC Eindhoven gaven aan de jeugd. Op het Cruyff Court aan het Arnoudinaplein in Woensel gingen onder meer Jelle de Bok en Wesley van Bellen de jeugd wat voetbalkunsten bijbrengen. Volgens mij gaan we hier een paar parcoursjes gaan we hier doen. Volgens mij schieten voor punten daar rechts. En een paar keer slalommen en een beetje dribbelen techniek en koppen volgens mij. Dus een beetje de basis. Dat er niet veel kinderen op de kliniek waren afgekomen, vonden ze jammer. Maar ja, het weer hè. Op dit moment is het nog niet heel druk, maar ik weet niet hoe laat het precies allemaal gaat beginnen. Maar ze zeiden net ook inderdaad al dat het een dinsdag was en een beetje slecht weer. Dus ja, jammer dat het niet vorige week was, want dan was het heel lekker weer. Er waren waarschijnlijk meer mensen gekomen, maar ja, iedereen die komt, die proberen wij gewoon iets te leren. De jeugd die wel de moeite had genomen, ging er flink tegenaan. Zij wilde wel wat leren. Meer trucjes. Meer samenspel. En dat je meer overspelen. Meer conditie en dit dat. Ja, meer conditie, want ik zit zelf onder voetbal, alleen ik heb niet zo heel veel conditie. Ja, ik ben wel snel, maar mijn conditie snel op, zeg maar. Dus dat wil ik wel op laten bouwen en meer trucjes leren. Of er echte talentjes tussen zitten, is na een paar oefeningen nog niet meteen te zien. Enkeling, maar nog niet zo heel veel. Maar dat kan nog komen. Talent of niet, het ging behalve voetbalkunstjes leren vooral ook om het plezier. Ja, dat ze het toch een beetje goed doen. En dat ze plezier hebben en samen spelen. Hè? Nou, dat hoort ook. Hè? Ja, dat volgens mij is daar het Johan Cruijffveldje voor ook sociale plekken om elkaar te ontmoeten en vrienden te maken. En veel plezier te hebben, dus dat is het belangrijkste.